ben Senna van de Al-Ghazali-school en we gaan buurtbewoners van Spangen interviewen. Waar woont u? Ik woon hierachter in Spangen. Oké, wat heeft u met Spangen? Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren. Dus het is wel mijn plekje, zeg maar. Ik ben nu 23. Nou, het is een aantal jaar geleden begonnen. Zo in 2003, 2004 ben ik met een groepje jongens gaan rappen. En toen, hebben we in Rotterdam veel opgetreden. En we representen Spangen, altijd al. Dus iedereen keek een beetje naar ons op, zeg maar, hoe wij het deden. En nu dat ik ouder ben, heeft dat nog steeds voordeel. Iedereen kent me nog steeds van die tijd. Dus ik ben wel een bekende persoon in de wijk, ja. Hoe is het om in Spangen te wonen? Ja, heel relaxed, joh. Heel relaxed. Dus het is gewoon een lekkere buurt waar ik ben opgegroeid, zoals ik al heb gezegd. Er zijn wel een paar minpunten, een paar pluspunten, maar daar kunnen we de hele dag dan over gaan discussiëren. Maar ik vind het te relaxed. Heeft u misschien hobby's? Ja, ik hou ervan om muziek te maken. Ik ben op dit moment bezig met een paar vrienden van mij een eigen stichting op te zetten. En dan binnenkort ga ik voor mezelf werken. Dus. Stichting heet The Urban Family. En het is de bedoeling dat we talent gaan ontwikkelen. Jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen in Spangen en ook in de deelgemeente Delfshaven. Gaat u ook zingen of muziek installeren of gaat nu vrienden dat doen? Ja, er zijn een heleboel verschillende afdelingen, maar muziek hoort erbij, maar ook dans en ook een brassband hebben we. Dus het is voor alles een beetje, zeg maar. Dus dit ligt allemaal aan rappen? Nee, het ligt niet allemaal aan rappen. Het ligt meer aan hoe je je wijk beter probeert te krijgen. En rap is daar een onderdeel van, om je wijk beter te krijgen, om mensen met elkaar in contact te brengen en zo, zeg maar. We zijn nu bezig voor de deelgemeente Delfshaven om voor het Sports Activity City een nummer op te nemen met een daarbij behorende videoclip. Dat is ook weer een project. We zijn ook voor 10.000 Ice bezig. Die willen 3 nummers en ook een bijbehorende videoclip. Dus dat is ook een project waar we nu mee bezig zijn. En daarnaast hebben we gewoon de andere dingen zoals de bressoefeningen en zo. De jongens oefenen op maandag en donderdag. Aanstaande zaterdag hebben ze dan een optreden. Dat is dan ook gewoon, zeg maar, werk. Dus het is heel verschillend wat we doen qua projecten, maar ook qua begeleiding, zeg maar, van jongeren. Kunt u misschien een stuk voor ons zingen of rappen? Laat me even kijken. Dus als ik ga voor dat ding dat ik doe, ga ik hard. Schuif op, ik moet er langs. En hou je snaten, want je praat veel. Heb je niet door dat ik met mijn mannen naar de maan wil? Dan begint te move, want je staat stil. Kan het niet toestaan dat de ander al het kaas van mijn brood stilt. Dus word ik wous als in het Jaystop Coke Deal. Dat is goed. Ja, bedankt voor uw interview. Heel bedankt.